Blijf je schaatsen na dit programma? Ik blijf zeker schaatsen na dit programma. Ja, ik heb al helemaal gekeken, schaatsclub Zwolle, wanneer trainen ze, wanneer moet ik naar Deventer. Ik wil er heel graag mee doorgaan, want ik heb nou echt wel de smaak te pakken. En ik merk gewoon dat ik er zoveel sterker van word en dat ik er zoveel lol in heb. Nee, dit laat ik niet meer gaan. Ja, nu ik dit aan het leren ben, nu moet het echt gaan vriezen. Want nou wil ik echt, als het zover is, wil ik weer de vaart en de kanalen op. Het is alweer jaren geleden, maar daar hoop ik nu nog meer op. Om lekker met een betere slag mooi de vaart over te gaan. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, ik denk het wel. Want ik begin het nu echt steeds leuker te vinden. Hoe beter je het kan, hoe leuker het ook wordt. Dus ik denk dat het wel een leuke wintersport kan zijn, ja. Nou, ik heb hele goede schaatsen nu en ik heb de smaak te pakken. Dus ik hoop wel dat ik in de toekomst dat het niet helemaal weg ebt. Ja, tuurlijk, als er ijs ligt, ik hou van natuurijs, dan zeker. En wat ik zeg, coolste baan is bij mij om de hoek. Dus toen ging ik ook een paar keer dat de baan er lag. Dus ik heb de smaak wel te pakken, hoor. Dus ik wil dit zeker vaker blijven doen. Daar ben ik nu wel van plan, ja. Ik moet wel zeggen dat ik nu echt wel iets heb gevonden wat ik echt leuk vind. En wat echt... Waar je dus ook, je hebt, terwijl je aan het schaatsen bent, word je wel moe natuurlijk. Maar je hebt niet door dat je zo moe bent en zo uitgeput dat je eigenlijk bent. En dat is wel, vind ik wel leuk. Ja, ik heb nu wel het plan om te blijven schaatsen. Want ik begin nu te voelen dat ik het lekker begin te kunnen. En dan is het toch wel een hele leuke sport om te doen.